Overmeire. Met een beetje geluk tot bij Tambwe. Maar de bedoeling van de paas was goed. Tambwe, één kap, nog een kap. Tambwe! Geen strafschop. Maar ik denk niet dat hij wordt aangeraakt. Geen buitenspel van Camara. Goh, draait daar weg van der Anoite. Camara! En dit is wel een strafschop. Al raakt hij hier misschien wel de bal. Maar dit is de derde op een volgende keer dat een speler van Lokeren ten val wordt gebracht in het strafschopgebied. Eerlijk is eerlijk, de twee vorige keren denk ik niet dat er iets aan was. En hier eens kijken. Nou, hij raakt ook de bal. Dit is er geen. 10 minuten voor rust. Stijn Steijnen tegenover Runar Kristinsson. De aanvoerder van Lokeren. Kristinsson, Steijnen pakt. Nog eens kijken. Steijnen staat ver. Hij pakt goed. Oeh. Rood. Jawel, rood voor Madi. Lokeren kon 1 minuut geleden de wedstrijd naar zijn hand zetten. Met die strafschop. En dan gebeurt nu dit. Het is een drieste tackle hoor. Goeie voorzet. Priske Daarde. Kopt hem naast. Nog steeds 1-1. Op slag van rust. Heel wat wissels bij het begin van de tweede helft. Emilio Ferreira heeft er Blondel uitgehaald omdat hij liep te flirten met een tweede gele kaart. En daar speelt Leko nu. En bij Lokeren zijn Diallo en Hazi in de ploeg gekomen voor Vukomanovic en Tambwe. Balaban. Geen overtreding. En daar is hij alweer. Balaban. Meegeven, dat is niet slecht. Englebert. En dan is dit ook een strafschop. Jawel. De strafschop. En dat is de eerste actie van invaller Diallo. Goeie aanval van club. Diallo stopt Yulu Matondo onder het gras. Vorig jaar in dit doel was er de strafschop voor de viel bij club. Nu is het duidelijk. Balaban trapt. Balaban. Lazic pakt. Ja, die goal die is behekst. Want zowel Lazic als Steijnen pakken daar een strafschop. In dezelfde hoek nog wel. Spektakel op Daknam. Englebert in de voeten van Hazi. Meteen spelen, dat is knap. Camara. Maznov. Maznov gaat. Camara wil de loop. Steijnen moet opletten. Camara scoort! Oei oei, Stijn Steijnen zag die bal vertrekken. Maar Camara, wat een goal! Heeft er nogal zo een gemaakt dit seizoen. En Steijnen weet dat hij er hier toch niet perfect uitziet. Maar het is een fantastische goal. Absoluut. 2-1 Lokeren met zijn tienen. Maar raakt hem goed. En Steijnen, hier weet hij het al. Dit wordt moeilijk, moeilijk. En die bal belandt gewoon prachtig in doel. Een wereldgoal. Een wereldgoal van de Guineer. 2-1. Brugge heeft nog 20 minuten. Koen Daarde loopt er Diallo af. Daarde, dit is een thriller. Vermand, Vermand, jawel! 30 seconden na de 2-1, 2-2. Het is een knotsgekke wedstrijd. Elk twee goals. Steijnen blij natuurlijk. Elk een penalty gemist en alleen Lokeren een rode kaart. En dat is balen voor Lazic. Die bal wijkt af en belandt boven hem in doel. Goeie actie, Daarde. En dan Vermand. 2-2. En dus nog 19 minuten. Op het half uur. Runar Kristinsson met een muur die veel te dicht staat. Kijk eens. Vrije trap, Kristinsson! Kristinsson! 3-2! In de hoek van Stijn Steijnen die een vervelende wedstrijd speelt. Fluwele traptechniek, Runar Kristinsson. Mooi getrapt hoor, absoluut. In de hoek van de doelman. Nog 9 minuten, een muur met een man of achterin.
als je ze allemaal optelt. En Balaban! Woe! Curve was oké. Club Brugge verliest hier op Lokeren met 3-2. Na een prachtprestatie van de thuisploeg. Niet vergeten, Lokeren een volledige andere ploeg plots. Schitterend gespeeld, met zijn tienen tegen 11 mensen van club gewonnen. En club moet zich eens vragen gaan stellen, want staat nu al op 9 punten van Racing Genk. Ja, nog eens winst en doel.